De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft onlangs een bezoek gebracht aan de 35e multisectorale handelsbeurs van Cuba. Deze activiteit is van 30 oktober tot en met 3 november in Havana gehouden. Een aantal Surinaamse bedrijven, waaronder Pansa Group, Grasalco, Intramar en RHR Travel, heeft geparticipeerd aan deze beurs. Wel zijn zij in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut dat hij onder de indruk was van de Surinaamse bedrijven op de beurs. De bewindsman heeft tijdens een bezoek aan Cuba ook gesprekken gevoerd met Cubaanse collega's. Hierbij is de nadruk gelegd op handelsrelaties tussen de twee landen. Met name exportmogelijkheden voor Surinaamse producten en het aantrekken van investeerders waren belangrijke gespreksonderwerpen. Volgens Welzijn is het de bedoeling dat meer Surinaamse bedrijven participeren aan de volgende handelsbeurs.